Wij gaan naar de Simon Carmichelt School om het predicaat Excellente School uit te reiken. En dat is super knap dat ze dat gehaald hebben. Een geweldig compliment voor het team, de ouders en de leerlingen. Maar als voorzitter mag ik vandaag samen met Titia Bredé, die vanaf volgend jaar voorzitter is, aan jullie vertellen of het is gelukt. Dus wat denken jullie? Zijn jullie excellent geworden, ja of nee? Ja, ik ben super trots. Ontzettend trots op het feit dat we met z'n allen dit hebben bereikt. En vooral met z'n allen, want dat vind ik het mooie eraan. Niet alleen jullie leren, maar ook jullie docenten leren elke dag van elkaar en van jullie. En iedereen is hier bezig om het met z'n allen elke dag een stukje beter te maken. Simon Carmichelt School krijgt het predicaat excellent omdat ze echt heel goed onderwijs geven. Gebaseerd op een visie die ze hier ontwikkeld hebben die over leren gaat. En dat betekent dat niet alleen de leerlingen hier leren, maar ook de docenten elke dag bezig zijn met leren en met de dingen beter maken. En dat doen ze in heel goed samenspel met leerlingen en ouders. En met een aantal hele bijzondere dingen zoals Tantalf Academy en Swim to Play. Het streven naar kwaliteit is omdat kinderen het verdienen. Kinderen die verdienen een goede leerkracht, die verdienen een veilige, goede school. En daar heb je kwaliteit voor nodig en daar heb je ambitie voor nodig. Maar vooral ook veel plezier. En daar is het voor. Daar is het streven naar kwaliteit voor. Mijn vader en mijn opa hebben ook op deze school gezeten. En daar heb ik veel van gehoord. En ja, ik ben gewoon heel blij dat het is gelukt. Je hebt het toch meegemaakt dat je nog op deze school zat en dat het dan excellent is geworden. Dus. En we sporten heel veel en dat vind ik eigenlijk het allerfijnste van deze school. Je bent bezig met elkaar steeds te verbeteren op details. Leerlingen die zijn vrij om te zorgen dat ze aan hun eigen leerdoelen toekomen. Dus ook die leren van en met elkaar. En ik denk dat dat een beetje een stukje van onze unieke kracht is. Wat heel erg leuk is van het traject Excellente Scholen is dat je een beloning kunt geven voor scholen die elke dag ongelooflijk hard werken om er iets moois van te maken voor de leerlingen en heel vaak ook samen met de leerlingen. We mogen in Nederland graag klagen over het onderwijs, maar als je op zo'n excellente school binnenloopt, dan word je gewoon ontzettend blij over de kwaliteit die er ook in Nederland is. En dat moeten we veel meer laten zien, veel trots erop zijn en daar kunnen we ook heel veel nog van leren.